Bij het grote publiek wordt de figuur van Hanegem zelfs populairder dan Johan Cruijff. Een imago dat hij trouwens zorgvuldig koestert. Zit er ook berekening bij, of niet? Ja, niets menselijks is Willem vreemd, hè? Als er een voetballer acteur moet worden, dan is Van Hanegem, dat zou de beste acteur van alle voetballers zijn. Hoezo acteur? Nu ook, hij laat stiltes vallen. Als hij geen antwoord wilde geven, of het antwoord wat hij moest geven, of de vraag beviel hem niet, dan kijkt hij altijd heel lang, kijkt hij de mensen aan. Ja, het is een hele aparte persoonlijkheid. Maar je zegt acteur? Willem acteert veel natuurlijk, daar is geen discussie over. Bij salarisonderhandelingen met Feyenoord gebruiken Willem en Truus de media. Ze hebben voor het eind van de competitie mij een nieuw contract aangeboden. En dat was 75.000 gulden. Dat is natuurlijk niet weinig, maar dat was dus al in. Dat was plus premies, plus vakantiegeld, plus vriendschappelijke wedstrijden, plus UEFA Cup. Ja, er zijn nu spelers die verdienen 250.000 euro per week. Maar ja, ik zeg dus, voor ons telt op het ogenblik alleen maar het verdienen. Truus was niet echt verlegen, hoor. Waar hij het meeste kan verdienen als dat Feyenoord is, nou ja, dan graag hier. Dat vind ik eigenlijk wel treurig, hoor, aan Van Hanegem. Die heeft het later allemaal als trainer weer opnieuw moeten verdienen. Maar gelet op de kwaliteiten die hij had, en zeker als je het in deze tijd afzet, zou de man natuurlijk multimiljonair moeten zijn. Waar zou het liefst voetballen? Bij Feyenoord, in Parijs of in Valencia? Ja. Dan vragen we wat. Hij wilde echt bij Feyenoord blijven in die tijd, hoor. Toen Willem stopte met voetballen, had hij geen cent. Nou, kon jij ooit voor 700.000 gulden naar Frankrijk, hè? Je hebt dat niet gedaan. Hoe heb je die beslissing genomen? Nou, die heb ik niet genomen. Die heb de hond genomen. Nee, maar... Ja. Hij kon niet praten, dus... Hij weet echt precies het publiek te bespelen, hoor. Hij was de beslissende stem. En als hij blafte, dan ging het niet door. Hij weet wat goed valt bij de mensen. En dan moet ik wel zeggen, daar heeft hij niet over nagedacht. Dat komt wel spontaan bij hem, heb ik het idee. Nou, dat deed het natuurlijk geweldig. De hond besliste of we wel of niet naar het buitenland. Maar u gelooft het niet? Nee. Zo is het niet gegaan? Nee. Ik denk dat de hond gedaan heeft wat Willem wilde. Laten we het daarop houden. Maar ik denk, voor alle risico uit de weg te nemen, zeg ik poesjes. Daar blafte die in. Willem, die is zich zeer bewust wat hij op een bepaald moment moet zeggen en wat hij niet moet zeggen. Ja, en zijn zwakke punt is en blijft zijn sentimentele karakter. Want als je hem op een gevoelige snaar raakt, ja, dan breekt hij. Dat is die kwetsbaarheid, daar houden mensen ook van. Hè? De stoere Van Hanegem, die wedstrijden wint en die scheid aan de hele wereld heeft. En het gaat over jonge poesjes en hij kan in huilen uitbarsten. De gevoelige snaar. In 1978 gaat Willem niet mee naar het WK in Argentinië. De bondscoach Ernst Happel, nota bene zijn Genovese voetbalvader, kan hem geen basisplaats in het elftal garanderen. Dat moet hem ontgoocheld hebben dat hij niet meeging. Ik heb dat beeld gezien toen, hè, op de televisie met Kees Jansma. Terwijl je eigenlijk bezeten was van deelname aan een wereldkampioenschap. Ja, natuurlijk. Dan ben je ook nog... Het was, denk ik, voor zijn gevoel op dat moment een gebrek aan erkenning. Dat hij niet zeker was van een basisplaats, maar Willem is zo'n liefhebber. Willem wilde eigenlijk maar één ding, die wilde er naartoe, maar die kwam met zichzelf in conflict. Dus allemaal erg moeilijk. Toch denk ik dat het misschien een oplossing voor je kan betekenen dat je bedankt. Hè? Gewoon eens lekker ertussenuit, 2 maanden je voorbereiden op een nieuwe seizoen. Vergeet de hele rotzooi maar even. Nou ja, ik vond het echt klinklare onzin, want die man die presteerde nog uitstekend. Maar waarom deed Happel dat dan? Ja. De voetbalwereld staat bol van de amateurpsychologen. En als een of andere kroegtijger uit Wenen hier amateurpsycholoog gaat spelen, ja, dan vallen de slachtoffers. En Willem heeft dat... Misschien wilde die Willem prikkelen. Je weet niet wat hij wilde. Maar het is helemaal verkeerd uitgepakt. En wij speelden daar een WK met Jan Poortvliet op het middenveld. En met alle respect voor Jan Poortvliet, maar die mocht natuurlijk de schoenen nog niet vastmaken van Van Hanegem. Pas veel later zal Willem zich verzoenen met Ernst Happel. Maar toen Happel overleed, toen Happel ernstig ziek was, toen zag hij een hele geëmotioneerde Van Hanegem met Ernst Happel in zijn laatste bezoek. Ja, nou ja, dat is ook Van Hanegem wel in optima forma. Jij was een groot voetballer.
Gekrenkte trots, angst voor de vergetelheid. Het zijn gevoelens die vooral in de herfst van zijn actieve carrière opspelen. Willem zou vandaag nog zo het veld op willen stappen. Hij zou die schoenen willen aantrekken en weer mee willen doen. En dat is denk ik het gevoel wat bij hem overheerst ook. Het was fantastisch, het was het mooiste wat er ooit was. En dat zal nooit meer terugkeren. Nog één keer moet de Kuip volstromen voor Van Hanegem. Vrienden, onder wie Hans Kraai, organiseren een benefietwedstrijd. Want het voetbal heeft Willem veel gebracht, maar bepaalt geen rijkdom. De man was zo populair, dat was in een mum van tijd, was het Feyenoordstadion uitverkocht. Dat stadion zat hartstikke vol. En al die spelers hadden er begrip voor, die kwamen allemaal gratis uit alle hoeken van Europa. Dat werd een geweldige avond, er werd veel geld opgehaald. En de Belastingdienst in Rotterdam is toen heel genereus geweest. Op basis van de verdiensten die Willem voor het land had gehad, kreeg hij bij uitzondering de opbrengst netto. En dan wordt de wedstrijd onderbroken. En dan geeft Turver nog één keer. Enig idee wat daar is opgehaald voor Willem? Nee, dat heb ik nooit begrepen. Later hoorde je dan wel een paar ton. Dat was toen 9 ton in guldens. Belastingvrij. Ah, dus dat is netjes. Overkant. Daar heb je hem, Frits Barend. Kijk nou. Ha. Van de massa. En dan toch Van Hanegem. Niet in het draaiboek. Ja, ik zat ook in het comité. Heeft er nog wat van gezegd achteraf? Dat hij daar zo... Nee, Willem zegt bijna nooit dankjewel. Dat vindt hij, dat is nou de typische kant van Hanegem. Dat dankjewel tegen iemand zeggen, dat is... Ja, dat doe je niet zo makkelijk. Jong en oud vermaakt. En deze vrouw, Truus van Hanegem, heeft alles met hem meegemaakt. Dit was meteen het laatste publieke optreden van Truus. Hè? Die nam ook afscheid van haar publiek. Een week later was de rechtszaak. De scheiding. De scheiding. En daar kwam Truus met 3 advocaten. En Willem kwam alleen. En toen was hij alles kwijt. Dus we hadden eigenlijk... Het geld ging naar Truus? Ja, alles ging naar Truus. Maar dat wilde Willem ook, hoor. Die wilde daar geen zeur over hebben. Truus en de kinderen moesten goed verzorgd achtergelaten worden. En hij redde zich wel. En hij liep uit de rechtszaal met geen gulden in zijn zak. En hij moest maar zien dat hij onderdak kreeg. Ik weet niet of wij een rolverdeling hebben. Tenminste, zolang ik hier zit, is hij komt binnen en hij heeft nieuws. En ik kom binnen en ik ga ook zitten. En dan gaan we aan de tafel zitten en dan luister je wat de vraag is of zo. En... Maar heb je nou enig idee wat jullie straks gaan bespreken? Of... Nee. Dat Van Hanegem tv-analyticus werd en trainer, komt vooral door zijn huidige vrouw, Marianne. Die ook, en kennelijk stevig, zijn zaken behartigt. Mensen die voor bepaalde bedrijven of tv-zenders moeten gaan onderhandelen bij Marianne, die gaan met angst en beven richting... Letterlijk, ja. Ja. En die zitten s'avonds aan de aspirine. Hij had daar nooit iemand voor. Dus ik doe eigenlijk alles voor hem, ook dat. Hij was uitgevoetbald en er moest brood op de plank komen. En dan kon hij weer als stuke door gaan werken of als schoorsteenveger. Maar toen heeft zij hem gezegd, joh, je moet naar de trainerscursus. Hij wordt trainer, maar wel eentje zonder notitieblokje. Ik wil toch ook zeggen dat een bepaald spelpatroon niet goed is gegaan, omdat Jantje... Ja, maar daarvoor zit je toch te kijken, of niet? Dan moet je dat, kan je dat allemaal onthouden. Ja, ik ben niet achterlijk. Waarom heeft Van Gaal zo'n boekje nodig? Ja, dat begrijp ik niet. Want ik denk, als je schrijft, kan je niet zien wat er gebeurt. Hij leest een wedstrijd dus, op een andere manier dan wij. Het raar aan Willem is dat, zeker toen ik hem net leerde kennen, wat hij dan heel vaak deed, is met allemaal glazen en potjes zout en peper, ging hij een wedstrijdssituatie uitleggen.
En dan zei hij van, weet je nog, in de derde minuut speelde Witsche die bal verkeerd in. En dat kwam omdat Witsche nog niet opengedraaid stond, maar eerst moest kijken. En toen deed hij dit. En dan zet hij al die potjes neer. En ik zat na te denken, ik heb ook een behoorlijk geheugen. Die situatie kwam me dan wel weer vaag bekend voor. En zo kon hij een hele wedstrijd met je naspelen. Dat ik er op een gegeven moment bij stond en denk, hoe kan dit in godsnaam? Hoe kan je nou al die situaties terughalen? En maar steeds die potjes anders zetten. Op een gegeven moment denk ik, waar gaat dit allemaal over? Maar de geestdrift en ook de scherpte waarmee je dat nog steeds terug kan halen is echt ongekend. Hij heeft wel eens gezegd, ik ben bang dat ik voetbalgek word. Echt gek word. Nou, in de tijd dat hij bij AZ trainer was, was hij ook analyticus bij ons bij Canal Plus. En dan zat hij soms banden 's nachts te kijken om 2 uur van Dundee United. Want er liep dan eventueel een speler rond die ze zouden kunnen halen. Maar dan had hij een hele wedstrijd Dundee United Falkirk zitten kijken om 2 uur 's nachts. En dat vertelde hij dan de dag daarna. Ik zei, maar Willem, het houdt ook een keer op, hè? Hij zei, ja, het was best een goed gozertje, zei hij dan. Goed sterke rechterbeen, maar wat te weinig dynamiek volgens mij. Te weinig diepgang enzovoort. Om gek van te worden ook. Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Hij is trainer van FC Utrecht nu en heeft bedongen dat hij in die rol niet met de pers hoeft te praten. Dat moet zijn assistent Van Loen maar doen. Nee, dat is lachwekkend. Vreemd is het natuurlijk. Kijk, Willem heeft geen trek, en daar heb ik ook wel weer begrip voor, om ondervraagd te worden. Nou ja, het hoort op dit moment in 2007 bij het trainersvak dat je na afloop de pers te woord staat. Daar houdt hij niet van. En dan wordt hij na een wedstrijd ondervraagd door een stelletje snotneuzen die van de school van journalistiek komen, die zo'n petje achter zijn voren op hebben en een rugzak dragen. Die gaan dan met hem discussiëren waarom er niet met de punten achter gespeeld werd en waarom die en die speler gewisseld wordt. Nou, dat is Willem zijn eer te na. Je merkt ook aan de mensen die ik dan meemaak bij FC Utrecht, dat een heleboel mensen dat niet leuk vinden. Hij laat Van Loen dat daar doen en hij stapt in de auto en rijdt naar de Hilversum, naar de studio, en gaat daar voor een redelijk forse vergoeding, denk ik, als Marianne het geregeld heeft, het wel zitten vertellen. Willem komt ermee weg, een ander komt daar gegarandeerd niet mee weg. En dat heeft hij in de loop der jaren, heeft hij dat allemaal toch, ik zeg niet systematisch opgebouwd, maar gevoelsmatig, dat heeft hij gecreëerd. Willem heeft er rondom zich heen een heleboel dingen gecreëerd. Bewust, onbewust, weet ik niet, maar het is wel gebeurd. Hij heeft zijn eigen beeld bepaald voor een deel. Ja. 3, 2, 1. Start. Met je mij... Het zal je een worst wezen, waarschijnlijk, ga je zeggen. Eigenlijk wel, ja. Maar wat vind je dat hij moet doen? Kijk, Willem zou eigenlijk onsterfelijk willen zijn, volgens mij. Nou, ik heb een aardige krullenbol, maar ik word elke dag witter en grijzer, en hij wordt enkel maar donkerder. We moeten eens een keer vragen aan hem, want hij zorgt goed voor zichzelf, denk ik. Nu zou je het hem wel durven vragen. Jawel, hij komt nu af en toe tegen, maar nu ben ik wel wat brutaler ook. Ja, dat klopt.